Jelle, NAC verliest in eigen huis met 1-0 van VVV. Ja, gaat dit nog goed komen? Ja, die vraag had ik wel verwacht, maar ik heb me van besloten om daar niet op te antwoorden. En waarom niet? Ja, omdat je dan door en door gaat vragen en ik ben heel teleurgesteld ben in het resultaat. En ik heb niet zo heel veel zin om die vraag te antwoorden. Ik begrijp het, ik weet ook dat mensen dat willen weten, maar dat is nu niet aan mij. Maar ik denk dat we er niet omheen kunnen. NAC zit nu denk ik wel in een sportieve crisis. Ja, absoluut. En dan moet er dus iets gebeuren. Ja, nogmaals, weet je, ik kan wel ja zeggen, ik kan wel nee zeggen. Voor mezelf voorgenomen om daar geen antwoord op te geven. Ik ben vaak degene geweest die hier voor de camera op staat en met alle plezier. Alleen voor mij is het gewoon ook heel lastig. Ja, ik ga je zeker niet dwingen. Als we even naar de wedstrijd kijken. Ja, NAC begint eigenlijk prima aan die wedstrijd. Krijgt dan een tegendoelpunt. Ja, en dan zakt alles weer als een plukkeling in elkaar. Ja, dat is eigenlijk vanaf het begin van het seizoen. Elk tikje wat wij krijgen, reageren wij gewoon niet goed op. En dan doen we dingen die we niet meer moeten doen. Raken we helemaal verslag. Wat is er mis met de weerbaarheid van het elftal? Ja, dat is ook moeilijk om te beantwoorden. We zitten gewoon in, en hebben die net gezegd, in een sportieve crisis, ook als elftal. Dat is vervelend. Dat is vooral vervelend voor de mensen die in grote getalen er naartoe komen. Ja, ik snap best dat je sommige dingen niet wil zeggen, maar zo moet het natuurlijk niet langer doorgaan. Het is altijd veel te ver gekomen waar we nu met z'n allen zijn. En dat is enorm pijn. Ja, kan de trainer aan Maaskant, kan die de zaken wel op de rit krijgen? Dat weet ik niet. Ik denk dat je hem zo hier ook voor de camera krijgt. Dat zul je aan hem moeten vragen. Ja, ga ik zeker vragen. Maar goed, jij bent een van de belangrijke spelers en ook een van de meest geroutineerde spelers vandaag. Ik denk dat jij wel een mening over hebt. Daar heb ik zeker wel een mening over. Maar ik heb net al aangegeven dat ik me heb voorgenomen om daar geen antwoord op te geven. Ik denk dat jij dat wel kan begrijpen. Ja, ik kan begrijpen, maar dat je geen antwoord geeft, dat is misschien al genoeg. Ja, dat weet ik niet. Het kan ook een antwoord zijn wat jij misschien niet verwacht, maar nogmaals, ik vind er geen antwoord.